Komende woensdag 18 mei organiseert Forum voor Democratie een hele bijzondere middag in Brussel, in het Europees Parlement. Samen met onze Europarlementariër Marcel de Graaf zal ik daar een paneldiscussie doen met nog meerdere MEP's, dus leden van het Europees Parlement uit Duitsland, uit Frankrijk, uit België, misschien nog andere landen, om te praten over de documentaire van Dinesh D'Souza, beroemde Amerikaanse documentairemaker, genaamd 2000 Mules. We gaan die documentaire ook vertonen, dus we hebben een bioscoopzaal in het Europees Parlement, waar we eerst die documentaire gaan bekijken en daarna bediscussiëren. Want wat in die documentaire wordt getoond, is schokkend. Als dit allemaal klopt, wat Dinesh D'Souza naar boven houdt, dan is de Amerikaanse verkiezing van november 2020, moet ik zeggen, gestolen. Dan is de verkiezing van Trump ongedaan gemaakt door meer dan 2000 muilezels, meer dan 2000 traffickers, smokkelaars van stembiljetten. En ze hebben dat in kaart gebracht aan de hand van data van mobiele telefoons, andere manieren. Ze hebben ook securitycamera, beelden waar je het gewoon ziet gebeuren. Het is verbijsterend dat dit allemaal naar boven is gekomen. Dat gebeurt natuurlijk. Maar ook dat het nu wordt stilgehouden. De media hebben het er niet over, de journalisten niet. Zoals met al die dingen die steeds naar boven komen. Over wat er allemaal in Oekraïne aan de gang is. Met al die biowapenlaboratoria. Wat er allemaal gebeurde rondom corona. Alle nieuws over de vaccinaties nu. Het blijft op een of andere mysterieuze manier allemaal uit de pers. En nu ook. En daarom dat wij deze screening organiseren. Je kunt erbij zijn. Meld je aan, ga naar fvd.nl of klik op de link in mijn biografie. Ik hoop je woensdag te zien. Tot dan.